In de Puttense polder waar we nu staan is een hoop veranderd en eigenlijk ook helemaal niets. De regels zijn veranderd, het landschap is hetzelfde. Dus als je hier vroeger langzaam kon rijden, dan kan je hier vandaag ook nog langzaam rijden. Dat is het mooie van een polder. Verkeerstechnisch gesproken is het bovenste bord, het C12 bord, is ook van toepassing op de brommobiel. Brommobielen moeten de regels volgen van de automobilist, dus ook op landwegen. Waar de automobilist niet mag komen, daar mag de brommobilist ook niet komen. Behalve als een onderbord aangeeft uitgezonderd bestemmingsverkeer en brommobielen. De tractor is in dit geval volgens de gemeente Putten ook de brommobiel. Ze hebben er bewust voor gekozen om het woordje brommobiel niet te gebruiken. Ze vinden dat er dan te veel informatie op een bord terechtkomt. Dus ze hebben ervoor gekozen om dit bord hier neer te zetten. De uitzondering geldt de hele dag door voor bestemmingsverkeer, voor landbouwverkeer en voor brommobielen. Dat is op zwart op wit gezet door de gemeente Putten. Je mag hier dus volgens de gemeente Putten de hele dag door de polder rijden. Omdat de uitzondering landbouwverkeer, bestemmingsverkeer ook geldt voor brommobielen. Dat is in de hoorzitting zo bepaald. Er zijn bezwaren gemaakt, die zijn gehoord en daarom volgend is een besluit genomen door de gemeente Putten. En die hebben bepaald dat je dus de hele dag door hier door de polder mag rijden met je brommobiel, met je tractor en met je motorvoertuig als je hier je bestemming hebt. De bestemming is volgens het RVV bepaald. Als je bestemming in of net na het strekkingsgebied geldt van het verbod, dan mag je die route rijden. En op het moment dat je ergens anders moet zijn en toch deze route neemt, dan bega je een overtreding. Je hebt een geldige reden aan te voeren om hier te zijn. Het RVV bepaalt ook dat als je recreant bent en je bijvoorbeeld weidevogels wilt fotograferen, dat je tussen of einddoel in het strekkingsgebied ligt en je dus een geldige reden hebt om hier te zijn. Op die manier, als je maar een camera bij je hebt, als je ook daadwerkelijk weidevogels wilt bekijken in dit gebied, polder in dit geval, de Arkleepolder of de Puttense polder, dan mag je hier dus zijn de hele dag met je brommobiel. En dat is helemaal geen punt, maar je moet er natuurlijk geen misbruik van maken. Kort gezegd, als je in de polder niks te zoeken hebt en hem alleen gebruikt om er doorheen te rijden, wat doe je hier? Simpel. Dan kun je beter gewoon over de provinciale weg naar Ermelo rijden of naar Amersfoort, welke kant je maar uitgaat. Maar dan is de polder niet voor jou. De polder rij je in om er een doel te hebben. Dan wel precies in de polder, en dat is een flink gebied, of vlak erna als daar je bestemming ligt. Wat mij betreft zijn dat eigenlijk de enige twee redenen om een route door de polder te rijden. Wat is er nou zo leuk aan de polder? In je brommobiel, dat je een stukje vrijheid hebt. Je mag hier rijden. Je bent weg van het drukke, snelle verkeer op de provinciale weg. En ook een reden is om hier te zijn, een goede reden zelfs. Als je route door de polder ligt en je bent daarmee veiliger op je plaats van bestemming, dan vind ik dat een hele goede reden om door de polder te rijden.